Zo, nou wat een drama in de Mediamarkt, zeg. Vertel het eens, schat. Oké, ja, de Cupra die staat er nog. Hey, hoe toevallig. Is dat zo? Is dat zo? Hele goedemiddag allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Ja, wij zijn Karen en Roderick, Roderick en Karen, ja dat zijn wij. Het is vandaag donderdag 21 juli 2022 en het is nou bijna, nou het is al 4:30 geweest in de middag. Ja, ik opent hem laat, maar oké, daar kom ik wel even later op terug waarom dat zo is. Want daar heb ik een hele goede reden voor. En waarschijnlijk weten jullie het wel. Het is gewoon heel warm. Maar oké, maakt niet uit. Ik maak er weer een leuke dag van voor jullie. Dus ik zou zeggen, heel veel kijkplezier gewenst bij deze gloednieuwe vlog. Zo, Rodi heeft weer een extra karretje gevonden. Het zal weer eens een keer niet zo wezen. Kijk, ja. Hij heeft weer een extra karretje hoor. Ja, ja. Schande. Hai. En wat gaat hij dan daar weer mee doen? En vanzelf naar de action brengen. En ik moet weer naar de media, want deze is dus niet goed. Nee. Dus daar heb ik er ook voor nodig. Dus ik hoop dat hij daar een beetje mee wil meehelpen met zoeken. Dat zou heel fijn zijn. Ja, en ik heb maar een haarband in mijn haar gedaan. Want ja, ik werd gek van mijn haar alsof ik mijn raam iedere keer open doe in de auto. Nu heb ik daar, hoop ik, geen last meer van. Dat kan niet doen. Nee, precies. Dus we gaan eens eventjes eerst het karretje wegbrengen en dan eerst even gelijk naar de media om dit te fixen. Kijk naar de weg. Nee. Ja, ik zeg van eerst even het karretje wegbrengen. En dan samen. Hallo. Ja, ondertussen naar de mediamarkt. Nee, gewoon samen naar de mediamarkt, ja? Gewoon samen. Naar de mediamarkt gaan, ik hoor je niet. Ik hoor je niet, want ik ben doof. Ja, ik ben Oost-Indisch doof. En dat werkt ook niet meer. Nee, dat werkt niet. Nee, jammer. Staat er niet op, helaas. Wat? Je mag thuis blijven. Geen op. Ja, nou daarom precies dat. Het werkt toch niet. Het komt er toch allemaal doorheen. Nee, die maakt het niet op. Ja, dat weet ik wel. Ik zeg... Schat, samen weg... Schat, dat weet ik wel dat de Mediamarkt daar is. Ja, nee. Samen wegbrengen en samen naar de media. De samen uit, samen thuis. De. Soms de logica van Rodi snap ik niet. Dan ga ik hier gewoon wachten en dan zegt Rodi, ja, daar is de Mediamarkt. Jee, of ik dat niet weet. Daar is ook al soms de logica van de vent, snap ik niet. Misschien dat jullie het snappen, maar ik niet. Ja, nou ik snap het allemaal niet hoor, maar oké, maakt helemaal niet uit. Geef niet, ik ga deze even ruilen, hoop ik. Maar, moet ik Rodi wel ervoor hebben. Kijk, Rodi loopt nou achter me. Helemaal goud. Dus we gaan even naar de Mediamarkt in. Ja, ik zou vanmiddag ergens even op terugkomen. Ja, ik zei dus namelijk in de intro dat ik dus de vlog om 4:30 opende. Nou, weet je waarom? Heel simpel gezegd. 5:00 gaat tegenwoordig mijn wekker. Als Ro nachtdienst heeft, want dan haal ik hem op van zijn werk. Dus eenmaal weer thuis, dat was rond een uurtje of 7:15. Nou, prima. Om 9:30 kreeg ik dus alweer bezoek. Dus dat was ongeveer 3 kwartier lekker nog op bed. Een beetje snoezen, zeg maar. Dus echt slapen, is het niet. Nou, tot en met 10:30. Nou, toen had ik zoiets. Nou, dan ga ik nog even op bed liggen. Dan zet ik mijn wekker om 12:00, 1:00. Ik heb het niet gehoord, jongens. Ik heb serieus mijn wekker niet gehoord. Dus, toen werd ik dus maar wakker om 3:00.
Ja, dus ik heb, want ik zou Rodus eigenlijk om 2 uur wakker bellen. Nou, dat is dus niet gebeurd. Ik heb er om 3 uur wakker gebeld. Ja, en dan ga je de vlog wat later openen. Dat is dus vandaag dus het euveltje. Maar ja, geef niet. Ook dat hoort erbij. Maar daar wou ik jullie nog wel eventjes mededelen. Dus ja. Dus daarom zeg ik al. Het is een beetje een rare vlog. Maar oké, ik heb wel weer een vlog voor jullie. Dus dat is alleen maar weer mooi. Dus ik zou zeggen, kijk nog even verder naar wat er allemaal gaat gebeuren vandaag. Zo, nou wat een drama in en in de Mediamarkt. Zeg, vertel het eens, schat. Schat, even vertel het eens. Nou, ze zijn altijd op zoek naar de mouw voor jou. Die heb je gekregen, ja. Niet dus. Ja, want je wilde een SD-kaart lezer hebben. Ja. Je vraagt aan hulp aan een medewerker. Ja. Die stopt jouw product in handen. Dit moet je hebben. Ja. Kom je thuis? Het past niet. Dus ik ga kijken. Het is een SSD-kaartlezer. Ja. Scheelt net even 1 letter S. Ja, dat klopt inderdaad, dus correct. Dus dan moet je daarmee terug. Ja, en wat een drama. En bij de Mediamarkt hierboven, vertel. Ik ben zo eigenwijs, want ja, hè. Maar oké. Ik ga eerst product terugbrengen. Nee, jij gaat de winkel in. Dan gaan we dat halen, het nieuwe, het goede. Mm-hmm. Vraag je medewerker. Ja, vanaf pak iets uit, want dit moet je hebben. Maar we gaan even verder kijken. Er komt iets anders aan, iets veel goedkopers. Zeg, nou, dat is handig, hè. Ja. Voor een kaartje, een SD-kaart, USB-stickje, noem ik maar even iets. Mm-hmm. En, nou, dat is 5 euro. Zeg, nou, bij de kassa, dat wil ik graag inruilen. Ja. Maar dat kan niet. Dan moet jij eerst gaan afrekenen. Dan moet je weer terug in de rij gestuurd. Dus ik ga met mijn bonnetje retourbon weer in de rij staan voor retouren. Nou, jij komt weer aan. We zijn nog steeds bezig met inloggen. Ja. En er stond, want ik had dus voor dat apparaatje namelijk 20 euro betaald. Ja. Maar op het bonnetje stond in één keer 18 nog wat. Ja, en dan wil Rode dus nog extra geld erbij gaan betalen. Nou, dat ja, denk ik niet. Ik weet niet wat op bonnetje staat. Zeker niet van nou, dat is dat. Maar dat blijkt dus een ex-BTW-bedrag te zijn. Nou, en ik wil mijn BTW ook gewoon terug. Nou, die heb ik nou terug. Uiteindelijk, moeilijk. Maar even 6 zijn we er met 7 nog wel uitgekomen. Ja, daarom. Maar we gaan dus nu weer even zoals altijd daar naartoe, jongens. Zoals altijd. Gezellig. Gaat uw gang. Alsjeblieft. En Rodi gaat weer eventjes op zijn manier een karretje halen. Helemaal leuk. Helemaal top. Altijd schoonmaken. Nou dan, en dan kun je die bonnetjes ook wel gelijk weggooien, schat. En dan, we pakken het op met dat doekje. Werkt niet meer. Gaat dit echt zo opruimen ook, hè? Het is vies. Daar heb je een prullenbak, schat. Oh, wat een heerlijke voedoe, hoe deed je dat? En zoals altijd gaan we altijd weer even naar de bak. Om even kijken wat erin zit. Helemaal geweldig. Helemaal goed. Dus ja, ik zou zeggen, kijk even mee wat er allemaal in de bak zit. Want het is heel druk rondom de bak. Nieuwsgierige agiergiertjes. Ja, ik ben ook heel nieuwsgierig wat er allemaal in zit. Heel veel. Tot zometeen. Nou, ik dacht dan dat ze ja zegt. Oh, die toch wel. Dat dacht ik al. Ja, voor de rest. Dus even kijken zo meteen daar. Wat ze daar allemaal hebben voor lekkers. Even daar kijken. Voordat daar... Ja, ik zat te kijken op een keer. Dat is al mee. Dan kom ik jouw kant even op, schat. Makkelijker.nl, hartstikke fijn. Jee, paté. Bang nou weer voor jou. Nee. Ik wil er ook even bij, alsjeblieft. Heb je leverpost? Nee, ik wil even. Ja, wel graag. Leverpost lekker. Voor hier. Twee? Kom maar 2. Heb jij er een en ik er een? Ja. Ja, maar we moeten ook nog broodjes halen voor zaterdag, schat. Eentje voor mama, eentje. We moeten ook nog broodjes halen voor zaterdag. Onderweg, weg. Ja, laat vallen, schat. Helemaal goed.
50 cent. Dat is niet zo heel duur. Ik heb ook wel even mee. Dat is lekker. Hoop ik. En dit is partij. Dit is ook een euro. Oh, sorry. Excuus. Geef niet. Want ik dacht even dat en dat zij deze kant op kwam. Ik dacht. Sorry. Excuus nogmaals. Nou ja, dat maakt wel uit. Want ik wou even 5 en 5 hoog gaan staan. Oh. En nou ja, en 5 hoog wonen. Maar dat kan er niet. Schuldig. Zat, hey, nog een even kost. Nou, doe maar. En nog. Kijk eens, ook eentje voor mama. Lekker. Mama, 3 euro per stuk. Ben jij erg, schat. Je zit echt overal, hè? Dat is helemaal hier. Ja, schat, maar deze vind je toch wel lekker? Geel van sambal. Dat is toch lekker sambal, schatje. Ja, dat mag ik toch allemaal niet hebben, dat jokgas van ze. Dat hebben we nog meer allemaal. Nou, ik hoef geen biologische kip hoor, dat hoef ik niet. Toch maar niet, nee, dat hoef ik niet. Goeie keus. Hoekje hebben ze ook. Wat? Hoekje. Ja, wat ik hoef ik niet, schat. Wat is dit? Nee joh, gek. Moffie. Echt niet. We gaan nog even de winkel door. Nou, ik heb dat en Roos heeft dat. Ja. 1,50 gekocht. Huh? Voor 1,50 gekocht. 3 voor 5 euro. Ja, precies dat. Lekker. Lekker, hè? Hij is altijd heel erg lekker, ja. Dat klopt. Brood. Moet jij nog... Oh ja, bolletjes. Ah, bolletjes, 12 stuks. Wil jij ook bolletjes hebben of wil je die bij de Aldi halen? Is het handig dan om gelijk zo meteen naar de Aldi toe te gaan? Oké, dan gaan we dat zo meteen gelijk doen, want dan hebben we dat ook gelijk in huis. Bolletjes en alles. Burgerkaas hebben? Voor onderweg bedoel je. Voor, ja, is goed. Waar hadden we die ook weer? Is dat hier, ja toch? Of daar? Echt, ik weet het soms echt gewoon niet meer van mensen. Echt gewoon niet. Maar ja, maakt niet uit. Hi, meis. Yes, hij is bestemd voor ze. Oké, ja, de Cupra die staat er nog. Hey, hoe toevallig. Mijn auto staat hier, bij die gele paal. Dan staat die Cupra er nog. Kijk, dat is ook een mooie auto hoor, deze Cupra. En weet je wat leuk is? Daar staat dus ook nog een Seat. Ja, en daar staat dus ook een witte Seat nog. Kijk, hier, daar ga ik even hier naartoe lopen. Hier staat dus een witte Seat. Ja, dat is ook een mooie. Mooi wit. Hele mooie. En dan staat dus hier nog een zwarte Seat. En dan staat hier dus een Cupra. Dus dat is ook gewoon een Seat dus. Maar wat hij heeft, dat zijn dus van die zakdoekjes eromheen. En van de boeren, is leuk. Nou, en hier staat mijn Dinkertoy dus. Ja, vanzelf. Ja, nou, ik ga even lekker instappen. Waar is ze? Waar is je dan? Is dat zo? Is dat zo? En dan? Oh, is dat zo? Oh, ja. Lady, is dat zo? Oh.
En dan? Ja, ik heb Ro aan de telefoon en we gaan Ro even ophalen. Helemaal geweldig, helemaal top. Helemaal goed. Ja, en zoals je ziet zit ik lekker in de auto. Alleen ik moet nog wel weer wat verzinnen voor mijn camera. Ja, ik moet daar echt iets voor wat gaan verzinnen. Dus, maar dat komt wel goed. Ik verzin er wel weer wat op. Dus ik ben nu bij de rondtonde, schat. Even aflemmelen, want je weet nooit wat er nog aankomt. Vanaf daar naartoe. Kijk, bochtje maken. De camera blijft weer mooi staan. Helemaal top, helemaal goed. Richting aangeven. Ja, daar gaat iemand torren. Mag dat? Ja, dat mag. Mooi, kan ik ook die mooi die bocht maken? Niemand op het fietspad? Nee, mooi. Jee, hartstikke mooi. Bushokje alweer voorbij. Ja, goed hè, van ik hè. Ja, dat dacht ik ook al, ja. En waar sta jij precies? Bij mijn auto. Bij je eigen auto, oké. Okay. Nou, dan gaan we even kijken waar je staat. Hè, vanzelf. Ja. Gaan we even kijken waar Roos staat, jongens. Heel spannend dit. Heel spannend, heel spannend, heel spannend. Bij je eigen auto? Mm-hmm. Oh, daar, ja. Ik zie jou. Joh, ik zit hier in de auto terug naar huis en we krijgen soms een hobbel. Maar ik heb een heel lekker nummertje. En dat is zo'n lekker nummer. Echt. En dat is van René Karst, Hartje voor de Zeer. Voor de sfeer. Na 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 na. Hartje voor de sfeer. Voor de sfeer. Hartje voor de sfeer. Dus die ben ik even lekker aan het luisteren. Dus dat ga ik lekker nu doen. Dus ik zou zeggen, blijf lekker kijken. Tot straks. Zo, ja, Roos heb ik dus zoals jullie weten naar zijn werk gebracht. Ik ben al een tijdje thuis. Het is nu in principe al 12:30 in de nacht geweest. Ik heb hier nog lekkere saté-stokjes. Ze zijn een beetje heet. Ik heb hier Beauty lekker bij me. Kom dan. Kom eens hier, knuffie. Kom. Kom dan. Ja. Ja, kijk dan. Beauty. Hij schat. Hij schat. Dus Beauty doet en doet altijd gek. Maar dat maakt niet uit. Nee, maar ik had eventjes de instellingen naar Ro doorgestuurd. Want ik wou iets doorsturen naar mijn editor Niels. Die kennen jullie onder andere wel. Mocht je hem nog niet kennen, zal ik eventjes weer binnenkort vragen of hij weer eventjes een nieuwe video wil maken waar hij zich in voorstelt. Want in december is hij al een jaar bezig voor mij. Voor ons, moet ik het wel goed zeggen. Maar daar is eigenlijk al de bestanden die deze camera op dat moment maakte, was gewoon te groot om dus dat dus naar Niels te kunnen sturen. Dus ik heb eventjes heel veel dingen wat op de camera stond qua instellingen. Heb ik foto's van gemaakt en heb ik naar Ro doorgestuurd. En Ro die zei van, nou, die moet kleiner en dat moet even anders. En die moet even anders. Nou, dat heb ik gedaan. Even naar Ro geluisterd. Ook ik kan dat wel af en toe niet. Net zoals vanmiddag. Bij de Mediamarkt. Maar oké, maakt allemaal niet uit. Kan gebeuren. Maar dus dat. Dus even nu eventjes kijken voor vandaag, voor nu dan en voor morgen hoe de beeldmateriaal is. Zodat ik dat dus wat makkelijker weer naar Niels kan sturen. Dus ja, eigenlijk dus dat eigenlijk voor eventjes voor de mededeling. Dus vond jij deze vlog nou weer leuk? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje aan, want dan blijf jij namelijk op de hoogte. Doe het duimpje omhoog. Ook dat is heel belangrijk. Er zijn een paar die het doen. En er zijn een hoop die het niet doen, maar wel mijn vlogs kijken. Nou, als je hem kijkt, doe dan eventjes. Ik geef je even 5 seconden. 1. 2. 3. 4. En 5. Goed zo.
top. Dus nee, dan en ja, laat dan ja, reactie, duimpje, belletje. Oh ja, belletje ook heel goed aan doen. Helemaal top. En dan zou ik zeggen, dankjewel weer voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.